meekomt. We kijken nog naar Inze Oegema. En dan hebben we ook nog Joey Dielissen hier op zijn thuisbaan. Hij zit op plaats nummer 1. Ja, die komt daar dan tussendoor fietsen. En dan hebben we vier hele sterke rijders die toch duidelijk ook te sterk lijken. Voor bijvoorbeeld Mike van Mol, Joey Dielissen of Co Molenaar en Michael Bouwmeester. Plaat nummer 57 is het nummer van Nico Elbers. Hij is nummer 4 uit de tussenstand, dus we verwachten hem hier ook op kop. En dan komen Ammerzode of heel vaak, wat zeg ik nou, Appingedam, is zomaar Roy Boonstra die daar op een fantastische tweede plek zit. Goed rondje voor deze man. Hij gaat nog voor Ronald Lemmens hier de bocht in. En dan zien we strijd om plaats nummer 4 tussen Pedro van der Wetering en de man daar van Talent Team West is Jordi Koen. En Koen pas op plaats nummer 5. Hij zal aan de bak moeten in die marge 2 en 3.